Zo, goedemiddag allemaal. Goed om iedereen hier te zien. 5 jaar geleden inderdaad stond ik op een balkonnetje. Het voelde heel erg hoog en afstandelijk. Ik sta gelukkig deze keer wat dichter bij u. Geen mooiere plek natuurlijk om vooruit te kijken op de toekomst en de toekomst van onze regio als het Evaluon. En hoe mooi is het dat het Evaluon sinds de opening van de tentoonstelling Retro Future weer zoveel mensen heeft getrokken. Echt fantastisch. Ik weet niet of u al bent geweest. Zo niet, kom een keer terug als het wat rustiger is en neem dan vooral de trip in de VR-tijdmachine. Mag ik even zien wie dat al heeft gedaan? Ja, gaaf is het, hè? Ja, geweldig. Fijn dat we elkaar hier kunnen treffen na 2 jaar waarin dat allemaal niet mogelijk was. Ook mijn dank gaat uit naar de 12 partners die deze bijeenkomst weer mogelijk hebben gemaakt. Een mix van netwerkbedrijven, netwerkorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. En het succes van deze bijeenkomst vertaalt zich tot in de verre verte. Fresco zei het zo in het nummer Eindhoger. Ik ben hier om dingen te maken. Meteen ter zake, zaken hoeven niet eens te praten. Gooi elk idee op tafel en schakel meteen naar daden. Dat was zijn omschrijving van de sfeer, de esprit van Eindhoven. Vanaf het moment dat Philip zich hier vestigde, was duidelijk, dames en heren, waar de focus van Eindhoven en de regio lag en ligt. Sinds 1891 staat het heden hier in het teken van de toekomst. Van wat er voor ons ligt, hoe we onze toekomstperspectieven kunnen verbeteren. En die ontwikkeling ging steeds sneller, als een sneeuwbal die van een berg af werd geduwd, gerold. Er ging steeds meer sneeuw aan kleven. Zo nu en dan brak er een stuk af. Er waren ook momenten dat de sneeuwbal stil kwam te liggen en dan werd hij toch weer met vereende krachten in beweging gebracht en rolde hij verder. En dat is de kracht van de samenwerking van de Brainport-regio. In de afgelopen decennia heeft die regio zich ongelooflijk ontwikkeld. De intensieve samenwerking tussen overheid, industrie, kennis- en onderwijsinstellingen heeft geresulteerd in koppositie en een aantal cruciale sleuteltechnologieën voor de toekomst. Heeft geresulteerd in duizenden succesvolle bedrijven, in zeer diverse markten en met een brede werkgelegenheid in veel sectoren. Innovaties uit onze regio geven antwoord op sommige van de grootste transities die op dit moment voor ons liggen op het gebied van energie, klimaat, gezondheid, om maar enkele te noemen. De Brainport heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. En als de analisten gelijk hebben, dan zal het niet lang meer duren of we staan in dat opzicht op 1. Maar we kunnen en moeten verder kijken. De Brainport is inmiddels in de internationale discussie over strategische onafhankelijkheid en het belang van technologie daarin ook een unieke kans voor Europa. En dat besef is ook in Brussel geland. De producten en diensten die hier worden ontwikkeld maken Europa minder afhankelijk van andere landen en regio's. Versterken dus de Europese strategische autonomie. Die ontwikkeling is geweldig nieuws en een groot compliment aan u. Het succes van deze regio is immers het werk van velen. Zo voorzien we voor de komende 10 jaar een verdere groei van de werkgelegenheid met, naar schatting, 70.000 arbeidsplaatsen. Dat is mooi, maar dat stelt ons ook voor grote uitdagingen. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor al deze mensen? Wat betekent deze groei voor onze bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid in de hele regio? Als we zoveel huizen moeten bouwen en extra infrastructuur moeten aanleggen, hoe doen we dat dan in relatie tot rust en groen? Laat het duidelijk zijn, onze regio doet het economisch fantastisch, biedt ongelooflijk veel kansen. En juist daardoor beschikken we ook over een sterk sociaal vangnet. Tegelijkertijd, door opeenvolgende crisis, groeit het aantal mensen met serieuze financiële problemen. En het tempo van de ontwikkelingen wordt lang niet door iedereen meegemaakt. Wat mij betreft is het succes van de regio pas compleet als alle inwoners van onze regio kunnen aanhaken en mee profiteren. Als iedereen kan meedoen. Er zijn verschillende manieren om met de groei om te gaan. Je kunt bijvoorbeeld de groei in al zijn consequenties op zijn beloop laten, zoals in Silicon Valley is gebeurd. Daar groeiden en groeien de bomen tot in de hemel.
Maar woningen zijn er onbetaalbaar geworden. Het gebied is volgebouwd. Ruimtelijke en sociale planning ontbrak nagenoeg. En de regio is voor veel mensen onleefbaar en daarmee onbereikbaar geworden. Laten wij daarvan leren en laten we wel regie nemen. We gaan het hier anders doen. Slimmer en socialer om te zorgen dat we één gemeenschap blijven. En net zoals we onze economie gezamenlijk hebben opgebouwd, zo moeten we ook de sociaal-maatschappelijke agenda samen vormgeven. En daarom hebben we opnieuw onze krachten gebundeld. Ik ben dan ook blij te kunnen aankondigen dat het Brainport Partnerfonds Impact 040 samen voor Eindhoven, Brainport Development, de gemeente Helmond en de gemeente Eindhoven het initiatief hebben genomen om de krachten te bundelen om te werken aan een nieuwe sociale agenda onder de naam Brainport voor elkaar. En, zoals dat in onze regio gebruikelijk is, iedereen kan zich daarbij aansluiten. Alle regiogemeenten, bedrijfsleven en ook de maatschappelijke organisaties nodigen we nadrukkelijk uit om mee te doen, aan te sluiten en mee te helpen. Samen helpen we. Maar hoe? Bijvoorbeeld door te voorkomen dat werknemers in de schulden komen. Bijvoorbeeld door functioneel analfabetisme te bestrijden. Door huiswerkbegeleiding te zorgen dat de talenten van kinderen ook echt tot hun recht komen. Kortom, met gezamenlijke kracht sociaal-maatschappelijke vraagstukken aanpakken. De sociale thema's die ik hier als voorbeeld noem, zijn geen ver van uw bedshow. Deze problemen doen zich ook voor onder onze en uw werknemers. Velen van u hier zijn al betrokken bij sociale projecten. Bijvoorbeeld in wijken of op scholen. Dat komt voort uit een lange traditie in onze stad en regio, waarin bedrijven de zorg op zich namen van hun mensen, hun werknemers, maar ook voor de bredere gemeenschap. En op die initiatieven, op die traditie willen we voortbouwen. De kennis, de menskracht en de middelen van bedrijven kunnen grote impact maken in het creëren van kansen in de levens van mensen. Zeker wanneer we de samenwerking zoeken met de kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties, kunnen we met slimme oplossingen de sociale uitdagingen ook in deze regio aan. Door onze inspanningen te bundelen en op te schalen, krijgen deze nog meer impact. Met Brainport voor elkaar trekken we het succes van onze samenwerking dus verder en breder. Ik ken geen andere regio in ons land waar het bedrijfsleven zo ruimhartig bereid is mee te investeren om de kansen van deze regio ook optimaal te kunnen benutten. Of het nu gaat om bereikbaarheid, mobiliteit, of het gaat om de enorme woningbouwopgave, of het beter benutten van alle talenten en talentjes die we in de regio nog hebben. Voor al die thema's zie ik de bereidheid van bedrijfsleven om te helpen. En ik blijf dat beroep dus op u doen vandaag. Ik ken ook geen andere regio waar de samenwerking tussen profit en non-profit, tussen publiek en privaat, zo diep geworteld is vanuit een gezamenlijk besef van verbondenheid en verantwoordelijkheid. Wat hier gebeurt is uniek en verdient een groot compliment. Dames en heren, heel concreet, u krijgt straks een folder uitgereikt, u gaat niet met lege handen weg, waarin staat wat Brainport voor elkaar wil betekenen. En hoe u, uw bedrijf, uw organisatie, uw gemeente kan helpen om die sociale agenda van onze regio verder te brengen. 38 organisaties zijn nu al voorgegaan. Ik sluit af. Nog één keer met Fresco. Klaar wakker, maar ik blijf dromen en ik zal er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen. Op die ladder, elke trede een eind hoger. Elke trede een eind hoger, Eindhoven. Dat kunnen we en dat gaan we doen. En graag hef ik met u het glas op het mooie nieuwe jaar. Proost.